een mooie historische dag vandaag. Taferelen van Scheveningen. Met een hele hoop plezier, muziek, van alles is er te doen. Ik heb vanochtend een lunchpakket klaargemaakt. 1400 broodjes. Wit broodje, bruin broodje, krentenbol. Kaas, komkommer, sla, servelaat, ham, boterhamworst. We staan bij een buste van Jacob Kromp. Die is vervaardigd in verband met de 200 jaar viering van Scheveningen Badplaats. Jacob Kromp was een van de eerste die een eigenlijk soort van strandtent exporteerde. Het badhuis. Het badhuis wat later het Koerhuis is geworden. En er is eigenlijk vrij weinig van Jacob Kromp beschikbaar. We hebben de schilderij, we hebben twee pakketten aan weerszijden van het Koerhuis. Alleen daar was voor de rest niet heel veel te vinden. We hebben wel de Jacob Kromp-zaal, we hebben de Jacob Kromp-straat. Maar een echt dimensionaal beeld, dat was er nog niet. Toen zijn er gesprekken geweest tussen mij en het bestuur van 200 jaar Badplaats en het bestuur van het Historisch Festival. Toen zijn we tot het idee gekomen van nou, laten we eens kijken of we een buste kunnen ontwikkelen van Jacob Kromp. Zodoende is het eigenlijk ontwikkeld, is het ontstaan. Ik heb het beeld ontwikkeld en het is gemaakt van klei. En daarna is het onthuld op het Historisch Festival. En blijft het in de Oude Kerk staan? Nee, daar is nog geen vaste plek voor het beeld. Mijn naam is Christine Bal. Nou ja, dat is een beetje een eigen creatie en dan heb ik gewoon, heb ik het een beetje zo, het groeit een beetje naar voren, dus daar heb ik er zelf iets van gemaakt. En we zijn lid van de historische fietsclub Noord en dan fietsen we vandaag een hele dag hier op de boulevard en hier, dus dat is een leuke dag. En dan zijn we met ongeveer een twintigtal antieke fietsen. Dus ze variëren in een leeftijd van 1880 tot 1950. Naast mij staat mijn moeder Dorothee Maas Brand. Goedemiddag. Mijn moeder is pachter geweest en directrice van het Stedelijk Badhuis, wat u waarschijnlijk nu beter kent als het Koerhuis. En ik ben degene die Zeegust heeft geopend.
de badinrichting en het hotel. En daarmee eigenlijk Scheveningen als badplaats en het zwemmen in de zee heb gepromoot. Ik heb in 1844 heb ik het herenlogement overgenomen. Dat heb ik gekocht. Het staat aan het einde van de Keizerstraat. En ik heb daar toen het hotel en badinrichting Zeelust van gemaakt. Waarbij ik aanbood mensen in de zee te laten baden. Medicinaal allemaal. Dus dat werd gefaciliteerd dat mensen in zee konden baden. Om zo te kuren. Vandaar ook de naam Kuurhaus. Of zoals het tegenwoordig wordt uitgesproken, het Kuurhaus. Dat is ook bedoeld in eerste instantie om te kuren. Ik ben mijn muts op jou. Je muts? Ja? De muts. Nee, dit is mijn muts, toch? Dit? Ja, dat is jouw muts. Hij is niet van jou. Dat is jouw muts, ja. 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 Ik denk Dina. Doe jij dat ook? Ja. Ik doe het zo, maar dat lukt me vandaag niet. Hoezo dan? Ik weet het niet. Je moet echt een dag te hebben, hoor. Ik ben het aan het verbranden. Ik heb nog nooit iets verbrand. En nu ben ik het aan het verbranden. Dus ik stop. Want er ontzettend veel mensen voorbij zien komen. Ja. Dus ik denk dat voor het festival weer helemaal geslaagd is. Het was een geslaagde dag. Ja, zeker voor die mensen die het heerlijk weer hebben. Veel bekijks gehad. Die kunnen op een fijne dag terugkijken, die mensen ook. En wij ook. Ja, wij ook. Alleen is het jammer dat ze niet met een kratje of koffie langskomen. Je kunt het zien, Scheveningen is echt een dorp bij de grote stad, zeg maar. Het is gewoon, je komt Den Haag uit en dan plop, zit je zeg maar in een heel mooi oud dorp.